De enorme wateroverlast in het Brokopondo-gebied is niet nieuw. Het verschil is dat het fenomeen intenser is geworden dan voorheen. Dit zegt professor Franklin Yabini, voorzitter van de stichting Samaka Unzuntua Kawang. Hij reageert op een brief waarin de stichting de beleidsmakers vraagt om een diepgaand wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het gebeuren. Het is een unieke kans om samen een gedegen onderzoek te doen. Dat is waartoe wij oproepen. We moeten onderzoeken. We kunnen niet gewoon gaan en maatregelen treffen. Dus daar praat ik nu niet over de acute hulp. Dat moet gebeuren. Je hoeft niet na te denken. Geef die mensen eten, geef de mensen drinken, vang ze op. Maar als het gaat om dat duurzaam oplossen, moet er een onderzoek komen. Sowieso. En dat hoeft niet per se door ons alleen gedaan te worden of door onszelf. We kunnen ook de hulp inroepen van buitenlandse deskundigen die ons kunnen helpen. Ik denk dat je lange termijn heel veel problemen krijgt. Omdat nu de mensen hun kostgrondjes en mensen die aan landbouw deden zijn, niet alleen kostgrondjes, maar ook landbouw, die zijn onder water gegaan. Dat betekent dat je dit jaar een probleem hebt. De mensen die werkten in landbouw, die hebben een probleem. Maar ook de plantjes die die mensen hadden voor hun om volgend jaar te planten, die zijn ook allemaal verloren gegaan. Ik heb begrepen dat het water snel onverwachts is gekomen, waardoor ze niet veel hebben kunnen redden. Dus dat is niet alleen een probleem voor nu, daarom roepen we op. Het heeft een langere, de gevolgen zullen nog maanden duren, tot volgend jaar of misschien langer zelf. En daarom is het goed om gezamenlijk en systematisch te werken aan een oplossing. Yabini zegt dat de instanties die noodhulp bieden goed werk verrichten. Echter moeten de autoriteiten een lange termijn aanpak op touw zetten, zodat het niet een jaarlijkse klus is. Anders is het water naar zee dragen. Ja, dus onze stichting, wij hebben intern en ook vergaderd in, laten we zeggen, een discussie geweest met de Saramakaanse gemeenschap. Hè, zowel boven als beneden en ook mensen in de diaspora. Waar we gepeild hebben, wat denken jullie dat het probleem is? En natuurlijk zijn de problemen de houtkap, er is sprake van de goudzoekers die een probleem zijn. Mensen zeggen het is de Afobakadam die de oorzaak is van dit alles. Anyway, er is heel veel gezegd. Maar wat wij hebben gezegd als organisatie is, laten wij die bijeenkomst houden met de verschillende stakeholders. En dan van daaruit een werkgroep te vormen die dan dat onderzoek gaat voorbereiden. Zodat we door middel van onderzoek kunnen vaststellen wat is het probleem. Omdat we praten nu over beneden Stuwmeer, maar boven Stuwmeer heeft ook datzelfde probleem. Dus dan moeten we met elkaar komen en praten en kijken hoe we het duurzaam kunnen oplossen. Je kan niet elk jaar steeds, oké, we moeten de mensen helpen, we moeten verhuizen enzovoort. Yabini zegt dat hij niet twijfelt aan de deskundigheid van Staatsolie. Hij stelt dat in dit geval een onafhankelijk onderzoek gedaan moet worden door deskundigen. Alleen op die manier kan de oorzaak bekend worden. Vingerwijzen op dit moment is zinloos.